Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Sari Marijs, tulpen uit Amsterdam en natuurlijk het Grunnens Light. Uit ruim 30 hoogbejaarde kelen klonken vanmorgen oer-Nederlandse klassiekers, begeleid door troubadour Otto Teppema. De bewoners van de Veldspaatflat in Vinkhuizen genoten zichtbaar van de muziek onder toeziend oog van wethouder Peter Verschuren. Hij maakt zich namelijk zorgen omdat voorgenomen rijksbezuinigingen op het reïntegratiebudget wel eens een einde zouden kunnen maken aan de populaire optredens van Teppema. Zijn seniorenbaan als muzikaal activiteitenbegeleider zou dan op de schop gaan. Er zou best bezuinigd moeten worden, maar dan moet je prioriteiten stellen. En wat mij betreft is het toch erg belangrijk dat dit doorgaat. Mensen aan een baan helpen, aan leuk werk helpen. En ook voor de samenleving hele belangrijke dingen doen. Ik zou het echt doodzonde vinden als dit zou moeten verdwijnen. Het eventueel stopzetten van de seniorenbaanregeling betekent een drama voor vele stadjers die anders geen kans maken op betaald werk. Maar voor Otto Teppema is het niet alleen het verlies van zijn eigen baan dat hem zorgen baart. Het betekent ook voor de bejaarden voor wie hij zingt een groot verlies. Wat ik ook merk bijvoorbeeld, dan zing je oude liedjes uit de oude doos, zeg maar. En tussendoor wordt er koffie gedronken, maar er komen herinneringen boven van vroeger. En dat is eigenlijk wel, dat vind ik eigenlijk wel heel verrassend. Dat je door muziek eigenlijk mensen dan weer over vroeger kan laten praten. Het gaat toch voornamelijk over vroeger, wat ze dan vertellen. Ja. En die liedjes maken wat los bij mensen, merk ik steeds weer, ja. Het enthousiasme waarmee Evergreens, Mens durft te leven en De kleine man werden gezongen, werkte aanstekelijk. U heeft prachtig gezongen, vond ik. Ja, nou, ik ben ook nog op een dameskoor. Oh, dus u heeft er verstand van? Ja, en ik ben sopraan, hè. En de liedjes die u vandaag hebt gezongen, dat is wat u altijd zingt? Dat ze... Nou, die ken ik allemaal wel, van vroeger, hè. Nou, van Lauwe Zeter, Dolle Taal. Grunnens Light. Ja, Ik miste mijn ma zo, maar die heeft altijd in Haarlemkapel gezeten. Ja, die heeft vreselijk van genoten. Ik vond dat hij prachtig heeft gezongen. Ik heb mijn best gedaan. Er zijn meestal wel liedjes van, ja, lange termijn geheugen. Dat is natuurlijk heel goed bij die mensen. En ik merk dat mezelf, ik ben nu 59, maar als ik mensen hoor zingen van de Beatles, dan denk ik, hé, daar gaat mijn lange termijn geheugen ook weer werken. Daar zing ik ook keihard mee. Dat is stiekem jouw favoriet. Ja, dat is inderdaad mijn favoriet. Maar goed. Ja. Kun je niet opstaan, blijf maar liggen. Moet je maar weten wat er van komt. Ja, ja, ja.